Ik sta hier op het Molenijnplein in Vught en ik ben hier niet zomaar. Ik heb namelijk een belangrijk item bij me. Een bosje met sleutels. Wellicht heeft u het al gehoord. De sleutel, de hoofdsleutel van de EBI, de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, die is spoorloos. Die zijn ze kwijtgeraakt. Nou, op zich kan een klein foutje zitten natuurlijk heel snel in. Maar dat het kleine foutje in de tienduizenden euro's loopt. Er werden al bedragen genoemd van 1 miljoen euro. Nou, de voorlichter van justitie in Den Haag die wil daar niet op reageren. Wat hij wel zei is, nou, dat 1 miljoen euro is zwaar overdreven. Het gaat wel in de tienduizenden euro's zitten. Hoeveel dat dan precies is, dat weet ik niet. Wat we wel weten is dat de belastingbetaler daar natuurlijk aan meebetaalt. Maar let op, TV73 is niet uit om het vingertje te wijzen, want een foutje is menselijk. We gaan de mensen even op straat vragen wat zij ervan vinden. En dan gaan we straks naar de EBI in Vught om deze sleutels symbolisch aan te bieden. Nou, ik vind het belachelijk, hè? Dat voor ene sleutel die ze kwijt zijn, hè, zoveel geld moet gaan kosten. Maar het is wel de hoofdsleutel, hè? Tienduizenden euro's. Dan moet dan een beetje beter opgelet worden, hè, dat je niet verloren raakt. Nou ja, er zijn natuurlijk, laten we toch gauw zeggen, misschien wel 100 verschillende sloten waar die ene moedersleutel op moet passen. Dus ik kan me daar voorstellen dat het wel een paar centen kost. En het is natuurlijk ook niet een simpel slot. Het zal wel een vrij gecompliceerd slot zijn, denk ik. Heel, heel slecht. Het had niet mogen gebeuren. Maar ja, het had er iets kunnen gebeuren? Had iets kunnen gebeuren, maar het had niet. Die man die er verantwoordelijk voor geweest is, die had beter op moeten letten. Maar ja, het kan altijd gebeuren. Foutje menselijk. Het kan altijd, dus menselijk. Maar ik vind het wel heel erg dat het gebeurd is. Ik vind het een probleem. Ik vind het een raar probleem. Ik heb hier geen zin in gehoord. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Ja, misschien dat een foutje menselijk is? Een foutje is menselijk natuurlijk. Maar ik bedoel, in zo'n instantie, in zo'n bedrijf, ja, moet het eigenlijk niet mogelijk zijn. Want wat gebeurt er met die sleutel? Wie heeft hem? Wat gaat je ermee doen? We staan inmiddels bij de EBI, de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, zoals ze zeggen. Ja, en die sleutel, die gaan we nu terugbrengen. Dit is de sleutel. Ik heb met de afstandsbediening al geprobeerd. Maar ik denk dat ze de boel toch goed hebben beveiligd en andere sloten erop hebben gezet, want deze werkt in ieder geval niet meer. Laten we eens gaan kijken of we hopelijk geen trap onder onze kont krijgen, maar dat ze het grapje, ja, appreciëren, zoals ze dat zeggen. Ik bedoel, ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Een foutje kan iedereen maken. En laten we daar gewoon niet al te dik over doen. Maar het heeft wel 10.000 euro's gekost. En we gaan de sleutel symbolisch terugbrengen naar de EBI in Vught. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer, ik heb uw sleutels teruggevonden. Prettige dag nog. Wat zegt u? Prettige dag nog. Momentje. Ja hoor. Ja, wij gaan achter de slagbomen filmen, meneer, maar ik heb echt sleutels bij me van de bewoners van Vught. Die wil ik u symbolisch overhandigen. Is toch even kleine moeite? De betreffende persoon komt zo naar u toe, meneer. Als u nu vertrekt achter de camera, of achter de slagboom met de camera. Ik ga achter de slagboom, dat beloof ik u. Ik ga er nu toe. Maar dan moet u ook beloven dat er iemand komt, toch? Dan komt er zeker iemand naar u toe, meneer. Heel graag, dank u wel. We staan hier al geruime tijd wortel te schieten. De belofte dat er iemand naar buiten kwam, ja, die zie ik met ledenogen tegemoet. Ik denk ook niet meer dat dat gaat gebeuren. Ja, dan is het ook nog zo dat je toestemming moet hebben van Den Haag om voor camera te verschijnen. Ook dat begrijpen we natuurlijk wel. Maar de gimmick van deze sleutels laten we natuurlijk wel achter hier bij de EBI in Vught. De strengst beveiligde gevangenis van Nederland. We gaan ze gewoon even ergens neerleggen en dan misschien dat we er nog wel een keer een leuk berichtje op terugkrijgen. Dit was Nolroos voor TV73 vanuit Vught.